Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze vlog. Het is woensdag, dan gaan we nadenken. We zijn klaar voor school, Sarah is een cadeautje aan het inpakken. We hadden dingetjes voor moederdag gehad, maar mijn moeder was er niet. Dus daar gaan we vanmiddag heen. Dus die is nu een heel leuk cadeautasje aan het maken. We zijn verder klaar voor school. Ik ben aangekleed, ik heb deze top aan. Die is van Karen Millen. Broek van Benetton en mijn Joonlaarsjes. Ja, Sarah is ook helemaal leuk. Die heeft een shirtje en een tuinboek aan van de H&M. En er is Sarah sneakers. Oh, ze is zo blij met de krulletjes. Heb je zelf gemaakt? Ja, ik kreeg er al zelf. En hij was heel mooi gelukt. Ja. En we zijn echt heel fijn op tijd. We hebben zelfs nog een paar minuutjes over. Tassen staan klaar om de deur uit te gaan. En dan gaan we naar school. We zijn thuis. We waren heerlijk op tijd op school. Ik heb boodschap gedaan. Ik heb ook dit boek meegenomen. Ik heb aardbeidjes, 2 keer. Die gaan echt zo verschrikkelijk hard hier. Ontbijtspek. Ik mag spaghetti carbonara maken. Heel veel snoepjes. Dat is vanmorgen voor de intocht met de avondvierdaagse. Dus dan kan ik tractaties maken. En deze is voor Sarah. Die gaat ze echt zo leuk vinden. Een lolly erin. Daar heb ik nog slagroom, ook voor de spaghetti carbonara. Boter. Dit is voor een van de mama's die meeloopt morgen. En ook de spaghetti. Nog een peer. En touwtjes. En Sarah die is gek op haarspulletjes. Ik denk, doe er nog speldjes bij. Dat is makkelijk namelijk om de nek en ook niet zo zwaar. En daar is ze gewoon blij mee. Dus dat is toch een extra cadeautje. Ik heb Sarah opgehaald uit school en we gaan nu richting mijn moeder. Ik heb alles bij me. Ik was bijna alles vergeten toen ik er net naar de auto liep. Maar het ging nog goed. Ja, schat. Kan je de muziek weer aanzetten? Ga ik zo doen. Het is ook echt heel lekker weer. Het is heerlijk weer, echt. Dus zet de airco aan. Ja, die staat al zachtjes aan. Moet heel hard aan. Heel hard, doe ik zo. Dus we gaan even rijden en daarna wel weer op tijd naar huis. Want dan gaan we avond 3 lopen. We zijn weer thuis. Ik ga nu even mijn spullen van mijn ene tas in mijn andere tas doen. Dat is met de afgedragen op mijn rugzak. Dat vind ik wel makkelijker. Dan heb ik mijn handen vrij. En dan kunnen we over een half uurtje de deur uit. Ik wil mijn snoep afpakken. Oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We hebben weer gelopen. Het is zo mega lekker weer. Deze dame heeft het ook echt heel goed gedaan. Het is alweer avond en ik ben lekkere popcorn aan het maken. Daar heb ik echt heel veel trek in. En ik was aan het editen nu. En ik ben bijna klaar ermee. Oh, ik ben lekker aan het richten weer. En dan ga ik beginnen met de tractaties maken vanmorgen. De kettingen met alle snoepjes die ik heb gemaakt. Dus dat moet ook nog. En daarna kan ik naar bed. Dus ik heb elke keer jeuk hier bij mijn ogen. Het is zo zwaar irritant. Maar goed. Even lekker even zelf het eten. Mooi kunnen mikken. Heel goed. Beetje zout. Ik vind zoet popcorn echt een van de allervieste dingen ter wereld. Who's bit me? Vlog staat te renderen en we zijn begonnen met de tractaties. Dus ik heb allemaal snoepjes hier klaar liggen en touwtjes. En die gaan we dit leuk aandoen en dan hangen ze klaar voor morgen. Ik heb echt nog steeds jeuk hier. Echt zo stom.
We hebben de tractaties af. Flink bos. Dit is voor de klas. Verzuren heb ik zelf vast in mijn rugzak gedaan. En die andere geeft Marco. Het is helemaal klaar. En dan zo even wachten. Die vlog die is bijna klaar met renderen. En dan lekker een beetje in. Deze staat te uploaden. En ik krijg gewoon weer dit. Ik vind dit zo mega irritant. Ik wil gewoon naar mijn bed. De computer is klaar. Dus ik kan eindelijk lekker gaan slapen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je nog niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Dat kwam heel lekker uit. Dat kan hieronder of hierna. En zie ik je morgen. Doei!